Welkom, fijn dat je kijkt. Deze week is de ticketverkoop gestart voor mijn eerste festival dat niet online, maar op locatie plaats gaat vinden. Het Welkom in de Nieuwe Wereld Festival. En die naam, daar zit voor mij ook alles in waar dit festival over gaat. Welkom in de wereld. Welkom op een plek waar je kan samen zijn met mensen die helemaal ruimte hebben voor wie jij bent. Waar je mag zijn zoals je bent. En dat betekent een plek waar je vrij bent om te zijn als je wel in verbinding wilt zijn, maar helemaal geen zin hebt om sociaal te doen of gesprekken aan te gaan. Dat er een plek is waar je dan gewoon stilletjes in een hoekje mag zitten en kijken naar wat anderen doen. Het is een plek waar je op mensen af mag stappen voordat je weet wat je gaat zeggen en zonder misschien het juiste te zeggen. En het is een plek waar je tegelijkertijd in een grote versie van jezelf kan stappen. Waar als je altijd al gevoeld hebt, oh, ik wil eigenlijk mensen met dit en dit begeleiden, maar ik weet niet zeker of ik het kan. Of ik heb eigenlijk hier wat over te roepen, ik heb hier een mening over, maar ik merk dat ik me een beetje inhoud om hem te delen. Dan is dit festival ook de plek waar je in een veilige ruimte kan oefenen met die dingen de wereld inbrengen. Met jezelf uitspreken, met jouw waarheid leven, met jouw stroom volgen in ieder moment. Terwijl je ook volledig in verbinding bent met andere mensen op het pad van innerlijke groei. Dat we samen helemaal onszelf kunnen zijn. En ik ken geen enkele plek op aarde op dit moment waar dat echt mogelijk is. Tenzij je zo ver bent in je groei dat je no matter what in staat bent om helemaal trouw te leven aan jezelf. En ik moet nog iemand ontmoeten die zo ver is op dit moment in onze geschiedenis. Maar goed, omdat ik dat festival lanceerde en de ticketverkoop startte, kreeg ik ook veel reacties van mensen die zeiden, ik wil hier zo graag bij zijn, dit is zo waar ik ook van droom, maar ik vind het nog heel erg spannend. Ik maak me druk over hoe ik er met het OV aan ga komen, of het wel goed bereikbaar is. Ik heb stress over een week van huis zijn, ik kom nooit zo lang op een andere plek, ga ik wel voor mezelf kunnen zorgen op zo'n festival waar ik misschien moet kamperen of waar de hele tijd andere mensen zijn, ga ik genoeg ruimte hebben voor mezelf. En misschien, ik heb hier mensen minder over gehoord, maar ik kan me voorstellen dat deze angst er ook zit, misschien voel je ook de angst van sociaal contact en workshops en oefeningen gaan doen met mensen en dat dat misschien heel veel in je oproept over ga ik wel in de groep passen. Ga ik het daar wel echt leuk hebben? Ga ik wel de hele week willen blijven die het festival duurt? En toevallig, precies 3 jaar geleden, echt letterlijk precies 3 jaar geleden, dat ik sinds nu deze video opmaak, was ik zelf op een vergelijkbaar festival. Een heel andere sfeer en energie, iets meer kinky en wild, waar mijn festival misschien iets meer rustig is. En ja, gewoon mijn energie zachter, stiller. Maar dat festival ging ook over echt je ware zelf mogen leven. Echt een veilige ruimte om jezelf volledig te kunnen volgen voorbij de sociale regels. En 3 jaar geleden, toen ik naar dat festival ging, voor het eerst was dat volgens mij dat ik echt in mijn eentje naar een festival ging, zonder vrienden om een beetje houvast aan te hebben. En het was ook voor het eerst sinds lange tijd. Ik was daarvoor lange tijd niet op vakantie geweest, niet echt veel dingen gedaan, niet zo heel veel nieuwe mensen ontmoet. Ik leefde al mijn coronaleven twee jaar voordat het echt kwam. Maar ik voelde, ik wilde er weer op uit. En ik was zo ongelooflijk bang om naar dat festival toe te gaan. Het bracht zo ongelooflijk veel angst omhoog. Ik weet niet of er iets was dat jaar waar ik banger voor was dan naar dat festival gaan. En dan neem ik daarbij mee dat ik dat jaar ook een praatje deed voor 10.000 mensen. Maar dat was tegelijkertijd het festival waar ik het aan te danken heb dat ik tegenwoordig een kroontje draag. Dus het leek me mooi. Ik kreeg ook heel vaak de vraag, waarom dat kroontje? Wat is het verhaal daarachter? Dus ik dacht, laten we een video opnemen waarin ik je het verhaal vertel over hoe is dat kroontje er gekomen? Wat is het verhaal daarachter? In ieder geval een groot deel daarvan, de origin story. En waar ik je tegelijkertijd mee kan nemen in hoe ik zelf omga met alle angsten en ja, misschien soms ronduit paniek. Alle, mijn comfortzone uit, die omhoog kan komen als je een groeiproces ingaat.
En dat gebeurt natuurlijk bij mensen wanneer ze bijvoorbeeld overwegen of je in mijn lichtacademie wilt instappen. Maar het gebeurt uitvergroot op het moment dat we op locatie samen gaan zijn. Dat is ook waarom ik super enthousiast ben over dit festival. Ik vind het geweldig om online te werken, omdat het laagdrempelig is, omdat ik hier tienduizenden mensen kan bereiken. Dit heeft allemaal voordelen. Ik hou ook heel erg van lekker de hele dag in mijn eigen bubbel zitten hier en met niemand hoeven praten totdat ik hier een video opneem. Maar het gave van op locatie is dat het alles zo ongelooflijk amplified, zo versterkt. En dat versterkte groepsveld wat we met elkaar gaan neerzetten tijdens dit festival, betekent dat we een fantastisch magische transformerende week gaan neerzetten. Dat we misschien wel in één week de transformaties gaan meemaken waar je anders een jaar mee bezig was. Maar dat betekent ook dat net zo versterkt de angsten omhoog komen. En de drempels van waar moet ik uit mijn comfortzone stappen. Dus ik wil je in deze video laten zien hoe ik daar zelf mee omga. En hoe ik voor mezelf de balans besluit tussen wanneer is iets te spannend. Wanneer mag ik mezelf toestaan dat ik daar nog niet ben. En even een stapje terug doen. En wanneer zie ik in dat ik een stap te zetten heb. En wat doe ik dan om te zorgen dat die stap zo liefdevol en fijn mogelijk voor me gaat zijn, zodat ik echt dat diepe in durf te springen. Wat soms nodig is als je echt je groeiproces aan wil gaan en vanuit je ware zelf wil leven. Ik wil je één ding beloven, dat gaat niet de veilige plek zijn die je nu al kent. Anders was je er al. Als het veilig en makkelijk was om vanuit ons ware zelf te leven, dan zouden al veel, veel meer mensen dat doen. Want mijn god, wat is het geweldig om vanuit je ware zelf te leven. Er is echt niks beters in het leven dan dat. Maar het vraagt wel heel erg wat. Dus stay tuned voor het verhaal hierachter en wat het mij bracht om door mijn comfortzone heen te brengen, te breken en naar dat festival te gaan. Dit begon eigenlijk, als ik het dan heb over waarom draagt Loes een kroontje, begon met boodschappen die ik vanuit mijn intuïtie begon te ontvangen. En dat begon eerst met een soort gevoel dat ik niet helemaal van deze planeet ben, letterlijk. Dat ik dacht, ik voelde steeds meer feeling met het concept van reïncarnatie en dat ik dacht, maar ik voel niet alsof deze wereld, deze aarde mijn thuis is geweest. En dat vond ik toen al een heel brutale gedachte. Ik dacht, ja, kom nou, wie ben ik nou om dan weer niet van deze aarde te zijn? Dat is wel erg bijzonder. Later kwam ik erachter dat Starseed gewoon een fenomeen is. Dat er ongelooflijk veel mensen, honderdduizenden, misschien wel meer mensen zijn die net als ik niet hier onze thuisplaneet hebben nog. Of hoe dat ook precies zat. Maar toen vond ik dat best wel iets spannends om toe te geven. En in die innerlijke zoektocht die ik dat jaar doormaakte over wie ben ik nou echt ten diepste, voor zover je daar binnen ons spectrum bij kan komen. Maar toen ik die zoektocht ging, deed ik op een dag een meditatie waarin ik in mijn volste potentie stapte. Het is wie ik zou zijn zonder mijn patronen, zonder de dingen waar ik mezelf tegenhoud, waar ik mezelf klein hou en dan vooruitgespoeld in de toekomst. En ik voelde dat wanneer ik dat deed en echt in mezelf zakte, dat ik een leider was voor een community. En dat gevoel van leiderschap is voor mij, in mijn energie en hoe ik dat vormgeef, het is heel dienstbaar. Ik ben niet iemands leider omdat dat zo uitgekozen is of omdat ik de juiste royale status heb door mijn bloedlijn of zo. Ik ben een leider omdat mensen kiezen onderdeel te zijn van mijn community. En dat leiderschap voelt iets waar heel veel liefde in zit en heel veel kracht tegelijkertijd. Echt zo'n ijzersterke bereidheid van als ik moet sterven voor de groep, dan doe ik het. Geen probleem, weet je wel. Er is gewoon geen moment iets in mij dat daarover twijfelt. Ik heb altijd al dat gevoel gehad als kind ook dat ik me wel zou opofferen voor het geheel dat dan nodig is. Als het kloppend is. En om door nieuwe gebieden te gaan, om dingen te doen, wat eigenlijk als ik ook terugkijk naar mijn leven, wat ik denk dat heel vaak gebeurd is, dat dingen die nog niet bestaan in deze aarde, maar die wel nodig zijn, die weet ik op de een of andere manier te ontvangen en te leven, zodat dat hier op aarde kan komen en zodat ik ook andere mensen daarin kan inspireren. En dat gevoel, en juist door die combinatie van superkrachtig en super liefdevol, dat heeft voor mij een soort gevoel van prinsessenschap. En op een dag dus koninginnenschap, maar ik heb het gevoel dat ik daar nog niet ben, dat ik daarvoor nog iets te veel in mijn training ben.
Hoewel dat steeds en steeds meer begint te evolueren. Ja, maar daarvan uit kwam dat gevoel van, wow, ik denk dat ik op een dag ergens koningin ga zijn. Ik weet niet wat dat betekent. Het betekent niet het plaatje wat je in je gedachten hebt als je nu denkt aan de koninginnen die we hier op aarde kennen. Maar dat is wel voor mij waar de essentie in zit. En toen dacht ik, mijn god, ik vond het al moeilijk om dat gevoel te claimen van misschien ben ik niet van deze aarde. En nu komt dit erbij. En ik durfde niemand te vertellen dat dit me overkomen was. Ik dacht, ik heb gewoon een soort grootheidswaan. Ik ben gek in mijn hoofd. Ik weet het allemaal niet. Maar wat er wel gebeurde, is dat ik op een dag bij de Action kwam en daar lag dit kroontje in de schappen. En ik ben nooit zo'n meisje geweest. Ik heb nooit echt feeling gehad met prinsessen, kroontjes, dat soort dingen. Maar toen ik deze zag liggen, dacht ik opeens, ja, laat ik hem kopen en thuis in mijn woonkamer, terwijl niemand het ziet, stilletjes opzetten om te kijken hoe het voelt. Te kijken wat er dan gebeurt. En het voelde eigenlijk heel fijn om mezelf stiekem die ruimte te geven. Ik denk dat dit misschien het gevoel is dat bepaalde crossdressers hebben op het moment dat ze voor het eerst, weet je, de jurk van hun moeder of zo aantrekken. Van wow, er klikt iets in jezelf. En toen kwam dat festival om de hoek. Toen kwam het festival dat zei, dit is een plek waar je je ware zelf mag leven. Dit is een plek waar je authentiek mag zijn en vanuit authenticiteit de verbinding met elkaar ingaan. En ik was zo fucking bang om erheen te gaan. Ik heb toen een post gemaakt in een Facebookgroep, omdat ik het zo ongelooflijk spannend vond. Dit zat echt voor mij aan het randje van hoeveel kun je handelen, zeg maar. Hoeveel stress is oké. Maar ik voelde ook in heel mijn wezen, ik moet hier zijn, ik wil hier zijn. Dit festival is me zo, zeg maar, voor mijn ziel op het lijf geschreven. Dit is zo waar ik van droom, dit is zo bijzonder, dit ken ik nergens. Ik heb het ook daarna nooit meer ergens zien langskomen, dat concept. Totdat het nu in mijn eigen festival ook in zijn eigen energie geboren wordt. Maar ik dacht, deze kans wil ik tegelijkertijd echt niet missen. En toen kwamen al die angsten. Ik heb daar een bericht over geschreven in een Facebookgroep met veel mensen die een beetje ook in diezelfde scene zaten. Omdat ik voelde dat ik het helemaal... Ik had zoveel schaamte ook op mijn angsten dat ik voelde het meest helpende voor mij is dat ik het even met iemand kan delen. Zodat het niet meer iets is wat ik per se geheim moet houden. Het leuke daaraan is dat ik die post nu nog heb. Ik heb hem even opgezocht, zodat ik je echt kan meenemen in hoe bang de Loes van 3 jaar geleden was om naar dit festival te gaan. Ik schreef: ik ga binnenkort in mijn eentje naar een festival. En het roept zoveel angsten in me op. Angsten die overdreven, irrationeel en misschien zelfs beschamend voelen. Alsof ik ze niet zou mogen hebben, volwassener moet zijn. Ik realiseerde me dat ik vergelijkbare angsten heel mijn leven gehad heb rondom sociale situaties. Altijd met het gevoel dat ik raar was omdat ik zo bang ben. Daarom wil ik ze graag hier delen, om aan mezelf te laten zien dat ik ze niet verborgen of geheim hoef te houden. Ook al voelt het ook nog steeds een beetje te belachelijk om te mogen laten zien. 1. Ik ben het allerbangst voor de busreis samen met andere festivalgangers naar het festival in Frankrijk toe. Die busreis was 's nachts en dat gaf me zoveel stress. Als het overdag was, had ik het denk ik aangekund. Maar dat hele 's nachts ding, dat... Oh my god. Ja, dus ik schreef: ik ben bang dat ik daar aankom op het perron en niet weet tegen wie ik moet praten. Bang dat het raar is als ik met niemand praat en bang dat anderen niet met mij willen praten. Ik vind het eng dat ik niet weet of ik naast iemand moet zitten en hoe dan. Wie kies ik uit? Wie kies mij uit? Welke stoel is de juiste? En als ik dan met iemand aan de praat raak, moet ik dan bij diegene gaan zitten? En wat als diegene dat stiekem niet wil, maar niet durft te zeggen? Of wat als ik het niet doe en de persoon is beledigd of verdrietig daardoor? Dit is angst nummer 3. Ik maak me nu al druk over het gevoel hebben dat ik moet blijven praten met de persoon naast me, ook als ik even behoefte heb aan stilte, iets voor mezelf doen of niets meer te zeggen heb. 4. En het allerdrukst maak ik me over niet weten of er een wc aan boord is. Ik ben bang dat het raar is als ik het vraag en bang dat ik het aan de verkeerde persoon vraag. De mensen naast me, de chauffeur, de leiding. En dat iedereen in de bus dat ziet en het heel erg vindt. 5. Ik ben ook bang dat als ik op eigen houtje door de bus op zoek ga naar een wc, mensen me het verkeerd zien doen. Bijvoorbeeld dat ik geen wc vind of dat ik een wc gebruik die eigenlijk buiten werking is en dat dat ook heel erg is. 6. En omdat het een nachtbus is, ben ik voor...
ben ik voor alles op de een of andere manier nog veel banger. Ik denk omdat ik nooit goed in slaap val als ik niet geplast heb, dus 's avonds veel vaker ga dan overdag. 7. En wat als ik dan bij het raam ga zitten en ik moet voor iedere keer plassen voorbij de slapende persoon naast me zien te komen? Hoe doen mensen dat? En wat voelt het dom dat ik dat niet snap en maar zo druk over maak? Tot slot, ik ben bang dat ik me op het festival zelf heel alleen ga voelen. Dat zelfs op een festival, dat nu juist precies gaat over er zijn geen sociale normen en iedereen hoort erbij, ik me toch anders dan de rest ga voelen en nog steeds geen onderdeel van de groep ben. Dankjewel voor het getuige zijn, lieve lezer, voor de mogelijkheid om dit te delen in plaats van te verstoppen. Ja, en dat was voor mij in het kader. Ik zit trouwens echt heel hard te zweten hier. Ik weet niet of je het kan zien op de video. Ik hoop van niet, maar het is hier nog steeds super warm en mijn studiolamp maakt het nog warmer. Voor mij is waar ik bang voor ben en tegen optie in de ruimte brengen, is voor mij heel vaak een eerste stap om het draaglijker te maken. Omdat wat je misschien ook wel ziet in mijn berichten, voor mij zit er vaak heel veel extra lading bovenop van oh, ik zou deze angst niet eens mogen hebben. Heel veel schaamte voor de angsten zelf. En als ik het dan in de ruimte breng, dan weet ik oké, het mag er eigenlijk toch wel zijn. En dan voelt het nog steeds, weet je, het is niet alsof het dan ineens gefixt was nadat ik die post schreef. Maar het gaf me wel heel veel ademruimte om iets meer te voelen oké, dit mag er ook zijn. Verder kijk ik ook deels naar wat kan ik praktisch doen om het zo makkelijk mogelijk te maken. Toen ik dat bericht schreef, reageerde er iemand met hey, ik ga ook naar het festival. Als je het fijn vindt, kunnen we afspreken naast elkaar in de bus te zitten. Je mag bij mij zo stil zijn of zoveel praten als je wil. Je kan aan de kant zitten, weet je, waar je gewoon makkelijk bij het toilet kan. En dan heb je een beetje houvast. En dat mezelf dat van tevoren gunnen om te zeggen oké, dan ga ik gewoon alvast maar naast haar zitten. Dat maakte het ook praktisch gewoon net even iets laagdrempeliger. Soms zijn er van die dingen waarmee je het net wat haalbaarder kan maken. Praktische hulp zat voor mij ook in gewoon zeggen, ik neem een knuffel mee op reis. En als ik dan op dat festival helemaal alleen ben, ben ik in ieder geval nog met haar. Praktisch zat voor mij ook in mezelf gunnen als ik het echt niet naar mijn zin heb op dat festival. Naar huis gaan was geen optie, omdat het helemaal in Frankrijk was. Dat maakte het ook wel echt heel veel hoogdrempeliger voor mij. Maar soms kan het heel fijn zijn om mezelf toe te staan als ik het echt niet fijn heb ergens. Mag ik gewoon de ruimte verlaten? Of ik check met de workshopgever bijvoorbeeld van tevoren. Is het oké dat ik halverwege opeens zonder iets te zeggen wegga? Want dat heb ik even nodig om er ja tegen te durven zeggen. Maar in dit geval betekent het voor mij, ik sta mezelf toe dat het ook oké is als ik gewoon de hele dag in mijn eigen hutje zit en verder niks doe. Een hutje boeken daar, een accommodatie op het terrein in plaats van in mijn tent gaan, was iets wat het voor mij net wat makkelijker maakte. Want ik had ook al heel lang niet gekampeerd. Ik had geen tent. Ik dacht oké, shit, dat huisje voelde toen zo duur voor mij. Dat hele festival was zo ongelooflijk duur voor mij toen ik hierheen ging. En gewoon ook omdat het adds up, weet je wel. Het ticket was denk ik ook rond de €400. Dan komt het vervoer erbovenop, dan komt het huisje erbovenop, dan komt het eten erbovenop. Dat gewoon net wat meer kost vaak dan als je je eigen eten verzorgd. Dus het was gewoon echt, ik denk dat ik in totaal tegen de €900 kwijt was voor dat festival. En dat was voor mij destijds echt heel erg veel geld. En dat ik dacht, oh, gaat het dat wel waard zijn? Ik weet niet eens of ik ja had gezegd tegen dat festival als ik van tevoren al had geweten dat is het totaalbedrag waar ik op uit ga komen. Want ik denk dat ik nog dacht, ook ga ik misschien kamperen en zo, dan is het goedkoper. Maar het voelde wel heel fijn om te zeggen, ik boek gewoon die accommodatie, ook al voelt het als ongelooflijk veel geld. Zodat ik niet die extra stress heb van mijn tent meenemen en dat allemaal regelen, et cetera. Dus ik kijk deels praktisch, hoe kan ik wel doen wat ik voel waar ik toe geroepen word. Maar hoe kan ik dat in de meest milde, makkelijke vorm voor mezelf gieten. Iets anders wat ik doe is ruimte geven aan al mijn gevoelens en al mijn angsten. En daar een heel liefdevolle bedding voor maken. Dus in mijn lichtacademie leer ik mensen om dat met je liefdevolle zelf te doen. Ik heb de hele week, voordat ik naar dat festival ging, alleen maar gewoon zo'n beetje met mijn liefdevolle zelf gelegen. En ik zou willen dat ik die zenuwen had kunnen wegpoetsen. En dat probeerde ik hard, maar dat was niet zo. En voor mij gold dat om naar dat festival te kunnen, was het gewoon nodig dat ik de week vooraf aan het festival, ik kreeg niks van mijn werk gedaan, ik was gewoon alleen maar onrustig. En dan moest ik doorgaan. En nog steeds zeg ik je achteraf, het was het waard. Het was die €900 waard. En het was die week stress vooraf waard. En alle andere stress vooraf. Omdat het zo ongelooflijk waardevol was wat ik aan de andere kant kon vinden aan vrijheid en mogelijkheden. En daar ga ik je straks meer over vertellen.
Dus dat zijn dingen die ik doe. En dan tot slot, één ding dat ik ook altijd doe. En een gouden regel waar ik voor mezelf echt in geloof. Is als ik echt voel, het klopt voor mij om hier te zijn. Is het maar gewoon gaan doen. Want er is een mate van kijken naar, hey, hoe kan ik voor mijn innerlijk kind zorgen? Hoe kan ik mijn liefdevolle zelf fijn in de ruimte brengen? Wat kan ik praktisch doen om het milder te maken? En dan blijft er altijd nog gewoon een stukje over dat, ook al kan je het eigenlijk allemaal best wel aan, je gelooft het van tevoren niet. En soms is het heel helpend om jezelf maar gewoon in die situatie te plaatsen. Ook al is het nog een beetje spannend en voel daar het verschil aan tussen, waar is mijn paniekzone? Waar klap ik echt van dicht? Wat is een stap te ver? En wat is, oh my god, het is niet comfortabel. Ik heb het echt niet naar mijn zin, maar ik kan het wel dragen. En soms is het nodig in je groeiproces om daar gewoon in te stappen, zodat je kan merken dat het niet zo erg was. Toen ik die busreis inging, realiseerde ik me dat ik eigenlijk helemaal geen busmaatje nodig had gehad. Maar dat was vooral van tevoren heel erg fijn voor mijn geruststelling. En op het festival merkte ik al zo snel dat er, ik was zo soort van bang van, hoe ga ik daar bij die groep zijn? Hoe raak ik in gesprek met mensen? En eigenlijk ging het allemaal vanzelf. Ook voor het verlegen meisje dat niet weet hoe ze sociaal moet doen als ik. En dat eigenlijk 90% van de angsten in mijn hoofd helemaal niet nodig waren. Weet je, ik zat in die bus, er ging meteen binnen 1 minuut iemand naar de wc. Het was super duidelijk waar het toilet was. Er waren genoeg stoppauzes bij benzinestations. Er was allemaal niet zoveel aan de hand. Maar dat had ik van tevoren niet mezelf kunnen aanpraten. En zelfs nu sta ik natuurlijk veel geaarder, veel steviger in mezelf. Nu denk ik ook, zelfs al was het allemaal in mijn ergste scenario, dan nog zou ik het dragen. Weet je, nu zou ik niet meer zo paniekerig maken. Of ik moet niet naar de wc en het lukt. Of ik moet echt, en ja, dan klim ik over een slapend persoon heen en misschien maak ik ze wakker en dat is het dan. Maar dat toen nog zo'n grote angst was dat ik dacht, dat mag niet eens gebeuren. Dus soms is een deel het maar gewoon doen en in het diepe springen, zodat je gaat merken dat je veel meer aan kan dan je eigenlijk kan. En daar zat voor mij al zo'n groot deel van het groeiproces in. Een van mijn mentoren zegt ook vaak, hoe groter je weerstand van tevoren, hoe groter de transformatie die je mee kan maken. En wat dit betreft geloof ik daar zelf ook heel erg in. Omdat overal waar je weerstand hebt, is een plek waar je groei kan meemaken. En juist door die weerstand aan te kijken en aan te gaan, op een liefdevolle en kloppende manier voor jezelf, kun je erin groeien. En leverde het mij bijvoorbeeld op dat ik ging van iemand die heel bang was om naar zo'n festival te gaan, naar nu denk ik er niet meer over na. Of ik, weet je, het is totaal in mijn comfortzone nu om naar een festival te gaan in mijn eentje waar ik niemand ken met openbaar vervoer dat een beetje onpraktisch is. En daar kon ik alleen komen door het maar gewoon te gaan doen. Dus dat is ook meteen dan heel erg wat het je oplevert. In mijn week daar had ik sowieso een prachtige tijd in de vibe, de energie van het festival. Er gebeurt zoiets magisch als je samen bent met mensen die leven op een bepaalde manier die je zelf nog niet embodied hebt. En voor mij op dat festival was dat deels heel erg je ware zelf zijn. De mensen waren daar zo zichzelf, zo excentriek. Ik was bang dat ik alsnog de rare eend in de bijt was. Nou, ik geloof dat dit de enige keer in mijn leven was dat ik op een plek kwam en dacht, volgens mij ben ik een van de meest normale personen hier. Maar het was wel heel mooi om zoveel mensen mee te maken die zo voor hun eigen expressie gingen. En om zoveel uitnodigingen en bedding te krijgen in de workshops die je daar ook in hielp. Ik heb nog een mailtje naar die organisatie gestuurd van, jullie zeggen dat het daarom gaat, maar is daar wel echt zorg voor? Want ik weet hoe dit gaat. En er zijn heel veel plekken waar gezegd wordt, natuurlijk mag je je grenzen aangeven. Je hoeft niks te doen wat jij niet wil. Natuurlijk gaan we je helpen om jezelf te zijn en sociale regels los te laten. Maar dat als het er echt op neerkomt, het energetisch heel moeilijk is om die dingen te doen. Omdat het toch heel veel van jou vraagt om, weet je wel, soms zeggen ze, oké, je hoeft deze oefening niet te doen, maar nu gaan we met z'n allen doen. Ja, dan moet je echt uit jezelf losbreken en zeggen, oh wacht, ik niet, weet je wel. Dat is soms enger om te doen dan maar gewoon over je grenzen heen gaan en meedoen met de oefening. Dus ik vond het heel fijn om te merken dat dat echt aanwezig was op het festival. En voor degene van jullie die van plan zijn naar mijn festival te komen, daar wordt zo 100% rekening mee gehouden. Juist omdat ik weet dat zelfs in de meest bewuste spirituele kringen er soms niet echt de ruimte is om je grenzen aan te geven. En op mijn festival gaan we dat absoluut anders doen. Ik ben niet oké met een festival waar iemand voelt dat hij zich subtiel of onsubtiel heeft gevoeld alsof hij aan zichzelf voorbij moest gaan. Dus ik heb er ook heel veel geleerd over grenzen aangeven en over daarin echt je eigen kompas volgen. En een van mijn meest populaire mailtjes die ik heb uitgestuurd is eentje waar met de titel, ik hou van je, dus ik zeg nee.
En dat was voor mij echt een super groot inzicht dat ik daar kreeg in dat festival. Dat juist als ik om een relatie geef, dat ik mijn grenzen aangeef, zodat de relatie intact blijft. Zo'n super waardevolle les. Ik denk dat tot dan toe was dat het meest waardevolle wat ik geleerd had over grenzen aangeven. En de spannende daarvoor was dat ik daarvoor juist in een setting moest zijn waarin ik, weet je wel, mijn grenzen moest gaan aangeven en niet wist of ik dat ging kunnen en of ik dan over mijn grens heen zou gaan. En dat is voor mij in het verleden ook wel eens misgegaan in bepaalde workshops. En dat ik daar een beetje soort licht traumatisch achterbleef. Maar juist door dat aan te gaan in een bedding, in een festival waar het echt klopt, waar er echt goede zorg voor is. En ik hoop dat je dat bij mij vertrouwt in wat je van mij tot nu toe gezien hebt. Juist door dat op zo'n plek aan te gaan, in het allerengst, kan het ook nogmaals het diepst transformeren. En toen kwam er een workshop waar ik een stuk van mezelf terugvond. En echt voelde, ik ben nu meer in mijn plek in de wereld gaan staan. Dat is ook waar we heel veel mee bezig gaan op mijn festival. Echt jouw plekje hier op aarde innemen. Zichtbaar zijn. Erkennen dat jij hier mag zijn op aarde. En dat je fucking hard nodig bent op deze wereld. Voorbij dat gevoel van, oh, ik hoor er niet bij. Of ik mag er niet zijn. Of ik ben niet goed genoeg. Er echt gaan staan, er echt fysiek aanwezig zijn. Waarom ik het zo tof vind dat we dit nu fysiek met elkaar kunnen doen in plaats van alleen online. Want fysiek zorgt wel dat we daar veel sneller nog een transformatie in kunnen creëren dan de best wel snelle transformaties die ik met mijn lichtacademie studenten op afstand weet te creëren op dit gebied. En na die workshop, dat heb ik niet verteld, maar toen ik mijn tas inpakte, zei mijn intuïtie, neem het kroontje mee of je hem nou draagt of niet, neem hem mee. Doe hem in je tas voor het geval dat. En ik dacht, nou oké, doen we dan maar. En na die workshop voelde ik opeens, ja, dit is het moment om mijn kroon op te zetten. Hier ben ik, op aarde, als mezelf. En dan draag ik blijkbaar een kroon. En ik ging naar de spiegel daar, ik zette mijn kroontje op. En ik vond het zelfs op dat festival, waar echt, weet je wel, mensen van alle kleuren van de regenboog liepen, in de meest gekke outfits, vond ik het nog steeds spannend om dat kroontje op te zetten en daar daadwerkelijk het publieke domein mee in te lopen. Maar ik deed het wel. En zoveel meer van mezelf viel op zijn plek toen ik dat deed. En dat is waarom €900 ergens als een koopje voelt. Vooral als ik me bedenk dat ik de rest van mijn leven de vrijheid heb die ik via dat festival verkregen heb om mijn ware zelf te leven. En dat gaat niet alleen maar over kroontjes, maar dat gaat ook over beter nee kunnen zeggen, over alle outfits die ik draag. Ik durfde daarna ook voor het eerst opeens met ongekamde haren over straat. Bijvoorbeeld als ik op zondagochtend voel, ik wil mijn haren niet kammen, ik wil gewoon in mijn pyjama naar buiten naar het park. Vroeger voelde dat verboden en kon ik dat niet. En dat festival had genoeg getransformeerd samen met mijn eigen groeiproces om die stap te durven zetten. En de hele wereld is daardoor zoveel liefdevoller en veiliger voor me gaan voelen. Ik weet niet of je dat gevoel ooit ervaren hebt. En ik weet niet of ik het je echt kan omschrijven zonder dat je het gewoon meegemaakt moet hebben. Maar op het moment dat je echt jezelf toestaat om ergens te zijn, ongecensureerd, zonder masker, zonder dat je de juiste outfit moet hebben, de juiste make-up, je haar goed moet zitten, je de juiste dingen moet zeggen, je de juiste energie moet hebben, dan wordt opeens de hele wereld iets meer je thuis. En dat was zo'n zacht en veilig gevoel. Naast de spanning van, oh my god, ik ben dit echt aan het doen. Weet je, dat was wel even wennen voor me. Er is oefening aan vooraf gegaan om dit soort dingen te kunnen doen. En dan heb ik überhaupt een heel lange training achter de rug in mijn leven van innerlijke groei. En weet je, of mezelf durven zijn, ook al is dat dan raar of verkeerd of wat dan ook. Ja, en toen kwam ik terug van het festival en ik voelde gewoon, weet je, dit, waar dit eerst mijn beste kroontje was, zag het er opeens uit als zo'n plastic nep ding. Dus toen ben ik meteen de volgende ochtend dat ik daar thuis kwam, ben ik naar de winkel gegaan. Bleken ze serieus kroontjes te verkopen in de winkel. Wie had dat gedacht? En heb ik mijn eerste 3 kroontjes uitgezocht. Ik vond het toen nog steeds super eng om dat echt te gaan doen. En ik ben begonnen door mijn allerkleinste kroontje. Dat, even kijken, is hier nog. Oh, die heb ik op. Deze. Door mijn allerkleinste kroontje op te zetten. En dan op zondagochtend hier in het Bilthovense bos te gaan wandelen waar niemand is. En het dan net aan te durven. En het toffe was wel dat toen ik dat deed, er kwamen 2 mensen die ik wel tegenkwam. En allebei zeiden meteen, hey, wat zie je er leuk uit. Het kon natuurlijk ook precies de andere kant uitgaan. Maar ja, soms gebeuren er van die magische stukjes die je dan net genoeg moed geven om de volgende stap daarin te zetten.
Dus dat is het verhaal, het waarom van waarom ik een kroontje draag, maar ook hoe lukt het me? Hoe is het mij gelukt om een kroontje te dragen? Want voor mij is dat niet iets vanzelfsprekends. Ik ben niet de soort persoon die uit de baarmoeder kwam en gewoon relaxed was met kroontjes dragen en raar zijn en anders zijn. Ook al lijkt dat misschien soms wel zo voor mensen vanaf de buitenkant, denk ik. Maar elke stap die ik gezet heb om trouw te blijven aan mijn ware zelf, in wat ik doe en hoe ik eruit zie, man, wat heeft me dat veel moeite gekost. Ik ben zo super gevoelig voor wat andere mensen vinden, voelen, ervaren, wat de groepscultuur is. Ik kies er alleen ook telkens voor om toch mezelf te volgen boven al die angsten en dingen die omhoog komen. En als je voelt dat je met mij ook meer in die manier van leven wilt stappen en ook op zoek bent naar zo'n plek die je uitnodigt in een super liefdevolle en veilige bedding om dat te doen, ben je van harte welkom om zolang de kaartjes nog beschikbaar zijn mee te komen doen bij het Welkom in de Nieuwe Wereld Festival. Waar we met z'n allen gaan voelen dat we een plekje op deze aarde verdienen. Dat we hier welkom zijn, zoals we werkelijk zijn. En samen ook een stap gaan zetten in de nieuwe wereld. In een nieuwe manier van leven. Waar jij je stroom volgt, waar ik mijn stroom volg. En dat samen kan bestaan om totale magie te creëren. Ik kijk er zo ontzettend naar uit. En ik zou het super gaaf vinden als je er bent. Als je in je ziel ook voelt. Dit festival roept mij. Dit festival is ook mijn plek. Deze manier van leven is ook mijn manier van leven. En ik kijk er naar uit om dat een week lang samen te kunnen oefenen. Samen met andere mensen die ook op dit pad zijn. En ook zo diep resoneren met je eigen waarheid leven. En deze wereld daarmee zoveel mooier maken. Als je bij het festival wilt zijn, ga naar, even kijken welke is het, deze. www.miraloes.nl/welkom. Dan kom je bij de pagina met alle informatie over het festival en de ticketverkoop. De kaartjes gaan redelijk hard, dus het kan fijn zijn om alvast voor jezelf te kijken wat heb ik nodig om de beslissing te maken. En de knoop nu door te hakken, binnenkort door te hakken. Als je voelt dat dit het festival voor jou is, voordat de kaartjes op zijn, want we hebben maar een zeer, zeer beperkt plek. Ik wil de groep klein houden, zodat we echt de diepte in kunnen gaan met elkaar. En alle verdere informatie en vragen over het festival kun je vinden op deze pagina. Ik ga nog heel even checken of er iets is wat ik vergeten ben te zeggen. Nee, ik denk dat dit het was. Ik kijk er super naar uit om een aantal van jullie in het echt te gaan ontmoeten tijdens dit festival. En dezelfde magie als waar ik in deze video over gedeeld heb. Gewoon nog 10 levels hoger met elkaar neer te gaan zetten op dit festival. Dankjewel dat je hier bent. Ik wens je heel veel plezier in de rest van je dag. En als je denkt dit festival is misschien voor mij, zorg dan dat je nu even uitzoekt wat jij nodig hebt. Om te besluiten of je bij dit festival bent. Op het moment dat ik deze video publiceer hebben we nog 2 dagen totdat de early bird tickets er niet meer zijn. En alles is zolang de voorraad strekt. Tot daar!